Ik was boven aan het thuiswerken en ik kwam beneden en ze hadden een zwembad opgepompt, water erin en ze zaten daar met zwembad en bikini. Dus dat was wel even een moment dat ik dacht, het wordt tijd dat de school weer open gaat. Je leeft er naartoe, je werkt er naartoe, dus ik denk dat we er klaar voor zijn en we gaan gewoon kijken hoe het gaat. Het scheelt dat we met kleine groepjes beginnen. Dat is wel heel erg fijn. Dat je ook echt de tijd hebt om weer elkaar te ontmoeten. Weer samen de verhalen te horen. Aan het werk te gaan. De rust hebt om zo te kunnen starten. Dat is erg prettig. Fijn dat iedereen er weer is. Ik dacht ook, het gaat eigenlijk hartstikke goed. Want ik heb ook even staan kijken van, gaat dat een beetje zoals we bedacht hadden. Ik vond dat het mooi en rustig doorliep. En dat het is fijn, fijn. En ik zag ook aan ouders dat het prettig was dat ze er weer waren. Dus nee, voelde goed. Ja, dat is wel weer goed inderdaad. Dat ze weer gewoon lekker naar school gaan. Lekker met vriendinnetjes spelen. En het schoolwerk natuurlijk doen. Ja, het was wel heel gezellig. Ook om haar een beetje te leren op school. Maar ik ben wel weer blij dat ze naar school gaat. Dus iets meer rust, iets meer rust. Ja, en kunnen ons weer concentreren op ons eigen werk. Ja, ze heeft er zin in. Ja, de andere kinderen weer zien. Ik heb mijn zoontje het ook weggebracht en ik moet thuis werken. Dat heb ik de afgelopen tijd met twee kinderen omheen gedaan. Dus ik heb er helemaal zin in.